Dames en heren, welkom bij de persconferentie van de wedstrijd AZ-ADO Den Haag. Eindstand 2-0. Wil ik graag eerst het woord geven aan onze gast Fons Groenendijk. Ja, dankjewel. Ja, die moet ik eerlijk zeggen, als hij naast zijn grote vriend John van der Brom zit, dan zit het nog niet zo mee qua resultaat. Dus ik moet hem iedere keer feliciteren, die boef. Maar goed, dat hoort ook bij het voetbal. Eerste half uur, niet ontevreden over. Afspraken kwamen we goed na. We wisten AZ, vorige week ook gezien, ze kan goed voetballen. Hadden we ons natuurlijk ook op ingesteld. En we wilden er zelf uitkomen met snelheid. Ja, dat lukte een aantal keren. We gaven niet heel veel kansen weg dat eerste half uur. En zelf kregen we een aantal goeie. Er zijn toch 3 ballen van de lijn gehaald. De eerste werd niet goed ingeschoten door Lorenzen. Dan moet hij wat meer risico meenemen met de vreeftrap. Ja, en dan miraculeus eigenlijk dat hij er niet in ging, maar wordt wel 2 keer van de lijn gehaald. Dus ja, je had ook zomaar voor kunnen staan hier met 0-1, 0-2. Dat was vorige week ook zo. En nu weer. En dat is natuurlijk vervelend. Ja, en dan komt er een cruciaal moment. Nou goed, het heeft nooit zoveel zin om over de arbitrage te oordelen. Zij doen ook hun werk en hun best. Dus dat valt dan net even verkeerd voor ons. Nou, dat is dan zo. En daar moeten wij mee dealen. En we hebben in ieder geval gevochten. Maar je weet dan ook wel dat als je tegen een ploeg speelt die al zo goed kan voetballen, ja, dan wordt het natuurlijk helemaal moeilijk. En toch hebben ze lang in de wedstrijd gezeten, tot eigenlijk de tweede goal viel. Toen was de wedstrijd gespeeld. En dan verlies je hier met 2-0. En dan moet je je eigenlijk als coach ook vasthouden aan positieve dingen die je gezien hebt. We zitten even in een moeilijke fase. En we beginnen met 2 zware wedstrijden, Utrecht en AZ. Wat toch 2 ploegen zijn die bij de top 6 gaan spelen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Nou ja, dan moet je een beetje geluk hebben, wil je een resultaat halen hier. Ja, en dat zat er dus niet in. En dan gaan de felicitaties wederom naar John. Dus bij deze. Dankjewel. Dan geef ik graag het woord aan John van der Brom. Ja, ik moet eerst nogmaals dankjewel, Fons. Ik kan me helemaal vinden in de analyse die Fons geeft. Omdat hij terecht aangeeft dat, ondanks dat de eerste helft kwam op een gegeven moment op het bord, op het scherm, percentage balbezit 70% voor ons en 30% voor ADO. Toen was het nog 11 tegen 11. Alleen, ik was daar verrast over. Want ik had helemaal niet het gevoel dat het zo extreem was. Want inderdaad, de beste kansen waren voor ADO. En wij hebben een kantelmoment, wat een rode kaart altijd is. In dit geval voor de tegenstander nodig gehad om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Nou, dat hebben we gelukkig goed gedaan. Met een penalty die er ook direct in gaat. Ik denk dat daarna de beste fase van ons was dat we op jacht gingen naar de 2-0. Nou, net zo miraculeus als wij de ballen van de lijn hebben gehaald, is dat ook bij ADO gelukt naar de 1-0. En we hadden in de tweede helft de 2-0 van Guus nodig om de wedstrijd daadwerkelijk in het slot te gooien. En, ja, ik ben minder tevreden dan vorige week over het vertoonde spel. Maar we hebben wel gewonnen en uiteindelijk gaat het daarom. Je ziet dat het, en dat is altijd een gegeven, dat het toch lastig is om tegen 10 man te spelen. Om daar de juiste keuzes in te maken. De vrijheid die je hebt om die ook daadwerkelijk goed te benutten. Dus als we het over werkpunten hebben, is dat voor ons ook weer een gegeven waar we in de toekomst beter mee om kunnen en moeten gaan ten opzichte van tegenstanders. En dat is iets waar we mee aan de slag gaan. Maar bovenal denk ik de eerste thuiswedstrijd die we hebben, die win je. En daar ging het uiteindelijk om en daar zijn we in geslaagd. Dank je wel. Dan wil ik er graag op wijzen dat er een microfoon in de zaal is. Zijn er nog vragen hier vooraan? Volgens je wil niks zeggen over de arbitrage. Maar wat vond je van Willy zelf, hoe die daarmee omging met die situatie? 3 keer vrije trap tegen rand 16 en een penalty veroorzaakt. Hoe zie je dat? Kijk, de eerste situatie was een klein beetje een Afrikaanse tackle. Hè? Er zat wel een bal bij. We kennen hem en dan wil hij ook nog wel eens doorglijden. Maar ja, ik heb op een gegeven moment wel gezien dat hij reageerde emotioneel. Omdat hij vond dat hij de bal speelde. Maar ik heb wel contact met hem gezocht. En hem ook gemaand tot rust. Zeker als je al geel hebt. Met al zijn ervaring als international weet hij dat ook. Dus dat is simpel.
Ja, en dan komt dat inderdaad dat moment waarbij natuurlijk, als je de beelden goed ziet, ja, hij vol ook aan zijn rechterarm hangt bij Willy. Dus ze hebben ook, hij heeft hem opzichtig ook wel vast, maar ze hebben ook elkaar vast. En ja, een Vlaar met al zijn ervaring, ja, dat is simpel, die gaat naar de grond. En ja, dat maakte hem heel emotioneel. Nou goed, daar hebben we over gesproken en dan rapen we hem wel weer op. Het was de eerste wedstrijd, hij heeft alleen maar getraind. Ik heb die verantwoordelijkheid genomen, omdat ik ook wel wist, tegen Weghorst heb je ook kracht nodig, fysieke kracht en snelheid. Ja, goed, dus dat heb ik voor mijn rekening genomen. Ja, dat loopt dan zo. Dat is dan de pech die je kan hebben als coach. Maar verwijt je zelf dan niet? Zou je het opnieuw dan doen? Met die dat ik hem opgesteld heb? Ja? Nee, dat verwijt ik mezelf niet. Want ik weet wat hij kan. En hij was 4 maanden onder mijn leiding bij ADO van absolute topklasse. Mede door hem zijn we in de Eredivisie gebleven. Dus dan moet ik nu spijt hebben dat ik hem opgesteld heb. Nee, maar ik bedoel, met gebrek aan ritme. Ik weet niet hoe je dat... Met? Gebrek aan ritme heb je daar nog... Sommige spelers hebben 12 weken nodig. Een ander, die weet wat die kan verdedigen. Nou, oké, die maakt dan een overtreding en die krijgt dan geel. Mm-hmm. Ja, dat is voetbal, dat zit erin. Maar dat kan ook gebeuren als hij al een half jaar voetbalt, hoor. Mm-hmm. Je verwijt hem niks, in elk geval. Je verwijt hem niks. Ja, goed. Beetje. Ja, ik ga daar eens over nadenken, maar... Het heeft nooit zoveel zin om in verwijten nu, met na een wedstrijd. Dat gaan we rustig bespreken. En hij heeft vooral zelf heel erg de pest erin. Dus dat hoort bij voetbal. Ja. En een appje sturen over Ron Vlaar? Is al verwijderd. Ik heb in mijn beste Frans meteen al gezegd dat hij dat meteen moest verwijderen. Dat is ook gebeurd. Dus dan moet je ook niet te zwaar aan tillen. Ron is ook sterk, hè? Ron is ook sterk. Ja, heel sterk. Nee, maar goed, dat is niet goed. En dat gaan we in termen spreken. Dus geen probleem. Oké, dank je. Zijn er verder dan nog vragen? Nee? Dan voor verdere statistieken verwijs ik u graag door naar az.nl. En dan wens ik u nog een hele fijne avond. En graag tot de volgende wedstrijd.